Naam is Willem Oplot, OLT-MNN. Ik zal aantonen dat ze onwaarheid spreekt, allemaal. Willem is degene die mij genezen heeft. Totdat ik op een ochtend thuis kwam, vroeg thuis kwam van de nachtdienst. En dan lag een neger in mijn bed. Als je hier de waarheid zegt, dan ben je onbruikbaar. De meest wonderlijke man die ik ooit heb ontmoet. Tuurlijk, met Willem is alles ingewikkeld. Ik begrijp dat je adjunct hoofdredacteur bent, want je bent vanzelf de lul als al die andere klootzakken. We praten over een onmogelijk verhaal, want Willem Oltmans is ook een onmogelijk verhaal zelf. Maar dat maakt hem dan toch zo ontzettend interessant. Willem Oltmans is a freelance journalist and lecturer. Nee, ik dank de hemel dat het afgelopen is. Willem Oltmans overlijdt in september 2004. Een on-Nederlandse figuur. Hij botst en confronteert. Hij schreeuwt en charmeert. Hij bereist de hele wereld en ligt overhoop met de Nederlandse overheid. Nederland maakt hem het werken als journalist vrijwel onmogelijk als minister Luns van Buitenlandse Zaken een banvloek over Oltmans uitspreekt. Mede door die banvloek zit Oltmans hier in Amsterdam jarenlang berooid op een kamertje. En bizar, maar waar. Zijn beste vriendin hier in Amsterdam is de schoonzus van diezelfde minister Luns. Alles wordt anders als Oltmans zijn jarenlange proces tegen de staat wint. Hij krijgt 8 miljoen gulden en het eerste wat hij koopt is een vleugel. Hij woonde dus daar op dat kleine kamertje. Nou, bewondering hoor voor hem. Daar in de Jordaan. Maar het was eigenlijk toch wel pijnlijk. Ja, wie is daar? Ja. Nou, of ik kwam kijken naar zijn vleugel. Ja, is goed. Graag, Willem, gezellig. Ja, en ik daar naartoe. En hij begon te spelen. Hij speelde het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. En ik werd zo ongelooflijk ontroerd toen ik hem hoorde spelen. En toen dacht ik, hoe is het mogelijk dat de invloed van en de macht van één man, hè, ik bedoel daar mijn zwager mee, dat die iemand zo kan stuk maken, dat je gewoon, ja, nou ja, hij kon dus na jaren kon hij weer op zijn eigen vleugel spelen. Hij kon wel goed spelen, maar dan was hij opeens weer weg. Niet echt dat hij iets afspeelde, zo'n beetje dit en zo'n beetje dat. Hij zou nooit iets helemaal doorspelen. Het is allemaal een beetje show weer. Hij moest altijd de center of attraction zijn. Vond zichzelf fantastisch. En ook hoor, als we zaten te praten met mensen en als hij niet middenpunt was. En dan ging hij weg. Ja, als je met hem zelfs in Amsterdam liep, dan liep hij altijd te kijken. Zo van, zien jullie me niet, hè? Hij wou dat iedereen hem zag, bijvoorbeeld. Hè? He wanted to be noticed. Dat je zo in love bent met jezelf. Wat heeft hij nou eigenlijk gepresteerd in zijn leven? Wat zou je ruzie maken?
To be noticed. Opvallen kan hij, dat is zeker. Willem Oltmans is vanaf het begin van zijn carrière een omstreden journalist. Geschreven regels, ongeschreven regels. Hij trekt zich er niets van aan. Welke journalist bijvoorbeeld rijdt in die tijd in zo'n type auto? Het is 1956. Als correspondent voor de Telegraaf in Rome mikt Oltmans op een exclusief interview met de Indonesische president Sukarno als die Italië bezoekt. Het zou een geweldige primeur zijn, maar de Telegraaf ziet er geen enkel heil in en verbiedt hem het interview. Hij was razend. Hij was absoluut razend, buiten zichzelf. En zijn reactie op dat telegram was, dan doe ik het juist. Er is niemand die mij kan tegenhouden, dus ik doe het. Hij mikt op alles wat een journalist normaal vindt dat hij niet kan doen. Of het nou Sukarno of wat dan ook. Hij schiet erop af. Hij gaat erin roeren. Mensen van nu kunnen niet meer de emotie goed vastpakken wat het betekende. De spanning die tussen Nederland en Indonesië, Nederlands-Indië toen natuurlijk heerste. Dat was het. Ons Indië wordt op deze manier verkwanseld aan zo'n man als Sukarno. Dus Willem stapte erop af, nadat hij in Rome contact had gelegd. En dat werd in vele kringen hier in Nederland toen gezien als verraad. Als iedereen zegt, Sukarno is een foute vent, gaat Willem erheen om uit te zoeken of het een foute vent is. Bij voorkeur met het idee, ik kom terug met de boodschap, het is helemaal geen foute vent. Dat is zijn aard. Dus Willem werd gezien als een soort durfal door de ene helft, maar dat was een kleine groep, en door de andere als een soort verrader van de Nederlandse emotionele belangen die wij hadden met Indië. Wat waren de gevolgen toen? Nou, de Telegraaf brak de relatie met hem. Dat ging zelfs nog verder? Ja, natuurlijk ging dat verder, want hij werd op dat moment werd hij natuurlijk door buitenlandse zaken persona non grata verklaard. Deze luis in de pels was een geweldige teek die reuze zoog en bleef zitten. Nee, Luns haatte Willem Oltmans, denk ik, als geen andere. Ik ga er niet op in. Ik neem dat niet door serieus, dat gebabbel van die meneer. Die meneer Oltmans, hè. Dat is die eenmotorige mug. Op zijn 33ste is Willem Oltmans persona non grata in Nederland. Verketterd door buitenlandse zaken. Verstoten door collega-journalisten en berooid. Willem Oltmans begint een nieuw leven hier in New York. Zonder dat nou precies duidelijk is hoe hij hier zijn geld gaat verdienen. En nog een onbeantwoorde vraag. Valt hij nou op mannen of op vrouwen? Juni heb ik hem ontmoet. Vlak voor zijn verjaardag, as a matter of fact. En toen zijn wij... Nou, we zouden gaan trouwen. Totdat iemand, mijn oom en tante, opbelde en zei, weet je, dat die Willem Oltmans die deugt voor geen cent. Hij is van de verkeerde kant. Wij zeiden tegen elkaar, zou dat wat worden? Wordt dat wat? En mijn moeder die zei tegen mijn vriend, luister eens, die ogen staan niet goed. De ouders van Frida zijn onder invloed gekomen van allerlei verhalen en roddels over Willem. Die hebben steeds geprobeerd om Frida terug te halen. Ik ben ook op zijn huwelijksreceptie nog geweest, maar dat werd door een deurwaarder werd het huwelijk tegengehouden. Door een deurwaarder? Op die dag zouden ze trouwen, maar dat werd dat verhinderd. Nou, deurwaarder weet ik het, een of andere officiële stap van de vader van Frida die het huwelijk verhinderde. Maar de receptie ging door. Ten slotte is... zijn ze wel getrouwd. En... maar wij zagen dus toch al door wel dat die verhouding een beetje moeizaam was. Onze trouwdag was in Greenwich Village. En we liepen de trap af van het courthouse. En toen zei hij tegen mij, dag, ik zie je later wel. Ik zei, wat? We zijn net getrouwd. Ja, maar ik heb zaken te doen bij de United Nations.
Ik zei, nou kunnen we niet even gaan lunchen of zo, hè? Nee, nee, nee. Hij dacht, oh my god. Iets zit niet goed. Ik weet nog dat... Ja, nee, dat is horrible. Nee, ik weet waar hij was op onze huwelijksdag en nacht. En ik weet niet hoe dat heet in het Hollands. Nou, eigenlijk, het is een hoe zeg je dat, voor mannen. Het is een hoerenhuis voor mannen, heet dat zo? Daar was hij de hele nacht. Ja. Daar ben ik pas later achter gekomen. En toen dacht ik, ik wist het al die dag, hoor, dat we trouwden, dacht ik, oh god, daar made a mistake. Eigenlijk heeft hij me gebruikt, als ik zo had ik er nu over nadenk. Want hij had niks meer in Holland. Niemand wou hem eigenlijk meer hebben voor de kranten. Dus hij dacht, hey, Amerika, hè? Ik was Amerikaans. Hè? Dus door mij kreeg hij vrije reizen natuurlijk. Hè? Omdat u bij de KLM werkt? Ja, dus ik kon tickets voor hem versieren. Of versieren, ik had er recht op. En naar Holland ook. Dan ging je naar Holland. Maar ja, als er plaats was, hè. Vindt u nou dat hij u gebruikt heeft? Ja, absoluut. Voor alles. Voor alles. Met de gratis vliegtickets op zak reist Willem Oltmans de wereld over. Voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken blijft hij een lastpost. Zo is er de kwestie Nieuw-Guinea. Minister Luns wil Nieuw-Guinea koste wat kost binnen het Koninkrijk der Nederlanden houden. Maar Oltmans lobbyt intussen op eigen houtje in Washington voor een overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië. Oltmans vertegenwoordigde de kant van Sukarno, het Indonesisch denken, en die zei je moet er vanaf. En de Amerikanen hadden daar veel meer belangstelling voor dan voor datgene wat Luns te vertellen had. Toen was er wel een enorm conflict tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Joseph toen minister van Buitenlandse Zaken was, en Oltmans. En dat hoorde ik wel in gesprekken met die broers onderling, dat gekrakeel altijd over oh ja, en dan die vreselijke Oltmans, en dat ging heel heftig. Ik heb met Luns wel eens een gesprek gehad over Oltmans, en dan ontstak hij in grote razernij. Ik was net in Washington aangekomen, april 1963. Daar was een ontvangst voor Beatrix en een concert. Omdat Beatrix de nieuwe kanselarij, de eerste steen of zo, moest leggen. En we zaten allemaal in de concertzaal in Washington. En in de pauze van het concert zag ik plotseling Wim. Ik wist toch absoluut niet dat Wim persona non grata was of zo. Helemaal niet van, oh, dat is gezellig, dat is fijn. En hij ook heel enthousiast. En in no time was daar mijn collega, de persraad Jan van Houten, met een verontrust gezicht van, ja, u bent hier nog nieuw, maar dat weet u misschien niet. Maar met deze meneer mogen we geen contact onderhouden. Dat is, dat kan niet, dus ik dacht, jezus, wat nu? Ik schrok. Nou, dat was de eerste keer dat Wim dat, geloof ik, zelf ondervond, dat hij persona non grata was, en voor mij de allereerste keer. Aan de ene kant die geweldige haat van Joseph naar Oltmans toe. En maar omgekeerd, toen ik Oltmans leerde kennen, toen dacht ik, nou, je zal ook wel je gal spuwen, hè? Nooit. Altijd aimable. Ik heb van Willem echt heel veel geleerd. Waar gaat u nu naartoe? Naar de sauna, saunaatje pikken. Relaxing.
In die tijd was Bertie in beeld. En ja, dat was dus ook niet echt duidelijk hoe de verhouding was tussen Willem en Bert. Bertje, Birdie, zoals Willem hem noemde, was erg intiem. Maar hoe intiem, dat wil je ook niet weten. Dit is het fotootje. Je was danser toen. Ja. Het was zijn eerste relatie, dat kan je wel zeggen. Maar ik was niet zijn eerste homoseksuele relationship. Maar zijn eerste verhouding. Zijn eerste grote liefde? Ja. Aanbad hij jou? Ja, en toen moest ik de dienst in. En toen ging ik iedere dag naar de kerk om het kaarsje te branden om het uit de dienst te krijgen. Hij was er niet. Hij was meestal, was hij weg. Heeft hij van Frida echt gehouden? Nee. Nee? Oh, ik kom niet aan jou, zei hij, totdat we kinderen kunnen krijgen. Totdat we kinderen kunnen krijgen? Ja. Oké. Alles was Frida, 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 Frida. Maar zat de kat in het donker te knijpen, toch? En jij was die kat die hij kneep in het donker? En toen zei hij, oh god, dat is ook zo mooi. Ja, en dan wil ik 3 kinderen hebben. We gaan in Zuid-Frankrijk wonen. En we hebben een kindermeisje. Ik denk dat ze het wel moest geweten hebben, hoor. Kan niet anders. Ik bedoel, hij leefde zoals hij op de Etna leefde. Ik bedoel, iedere keer kon het ontploffen. Jaar journalist en 42 jaar de rode kaart. Het is een wonder dat ik er nog zit. Waarom zijn mensen altijd zo bang? Een gesprek met Wim lukt meestal niet. Hij weet namelijk altijd alles beter. Ah, nou komt de vraag van Century. Dat zal ik u nou vertellen. Ja, maar dan denkt hij dat hij gelijk heeft. Dat had zijn vader ook. Als hij denkt dat hij gelijk had, dan houden ze het vol. Waarom zijn mensen toch allemaal zo bang? Ze doen allemaal in hun broek. Weet je wat die gedaan heeft? Ja, nee, maar dat mag wel eens een keer gezegd worden. Want het is een rund in folio. Ik kwam. Meestal heeft het te maken met de waarheid, zeg. Daar kunnen ze in dit land helemaal niet tegen. Ik denk dat het al in zijn genen zit, eerlijk gezegd, hoor. Want vroeger, als kind, was het al zo. Er waren dus de 3 jongens. Hij was de middenste. Hij leek uiterlijk ook niets op ze. Maar hij was de enige die voortdurend in de contramine was. Ik kwam uit een zeer well-to-do nest. Alles kon en ging. De toekomst zag er fleurig uit. Hij was nergens bang voor, dus... Leraren wisten soms geen raad met hem. In de trant van... Willem, daar moet je ophouden. Of jij gaat de klas uit, of ik ga de klas uit. Nou meneer, gaat u dan maar. Zo is dat soort dingen die je als medeleerling niet zou durven doen... deed hij met groot gemak. Het was er altijd heel stil... Behalve op de dagen dat er muziek werd gemaakt. Want de moeder van Willem, die speelde enorm veel viool, piano, alt-viool speelde ze, viola da gamba. En Willem moest cello spelen van zijn moeder en dat heeft hij er nooit vergeven. En dat is dom van hem, want hij heeft er zoveel plezier van gehad later, van die muzikale opvoeding die hij gehad heeft. Maar hij werd streng opgevoed, hij moest. Hij had niet veel contact met zijn ouders. Die vader die bemoeide zich niet zo erg veel met zijn zoons. En de moeder in het begin ook niet. Nou, Jimmy was een hondje dat was komen aanlopen. Dat was, Willem die behoefte had aan vriendschap, aan hartelijkheid enzovoort. Was dol op dat hondje.
En iedere keer als hij thuis kwam, dan was dat hondje daar om hem te begroeten. Hij was dol op dat hondje en op een goed moment was het hondje weg. En toen hoorde hij van het personeel dat zijn vader dat hondje, in overleg met zijn moeder, dat hondje naar een boerderij bij Scherpenzee of zowat heeft gebracht. Dat heeft hem enorm gekwetst. Dat is blijven zitten bij hem. Maar zijn gedrag op school, het recalcitrante, misschien heeft daar iets mee te maken. Als je dan binnenkwam, was er een geweldige hal. Die hele middenstuk van het huis tot bovenaan besloeg. Als je dan daar kwam, was er een rechte studeerkamer. En dat was doodstil, want Willem zijn vader zat daar te werken. En zijn moeder zat erbij, en die schonk thee en die las enzovoort. Maar je haalde het niet in je hoofd om daar zomaar naar binnen te gaan. En een zitkamer was er niet. Een huiskamer bestond daar niet. Hij werd ook altijd naar zijn kamer gestuurd. En dan ging er dan boven mijn smoesje, dat ik dan boven moest eventjes bij Wim in de neus kijken. Toen zei hij, donder op! Ik zei, ajuus. En had hij weer laten spijten en dan zag ik hem weer. En dan zei hij, kom eens kijken. En had hij weer een plaatje, een smoesje. Wat hij nodig had van moeder was warmte. En dat kreeg hij onvoldoende, vond hij. Het waren de blikken en de manier van kijken die maakte dat hij zich afgewezen voelde. Moeder zat niet met hen te praten zoals ze met anderen deed. Theo was er, maar met Henny zat ze vaak over school te praten. Maar met Wim nooit? Nee, heb ik nooit meegemaakt. Dat betekende dat hij eigenlijk erg dol op er was, maar het contact niet kon krijgen met zijn moeder. Kreeg hij vaak op zijn donder? Bij zijn moeder wel. Nee, ze dacht dat Wim een meisje daarvoor is. Wim was altijd zo gebeten op Wim. Ze had gedacht dat het een meid was. Toen ze zwanger was, dacht ze dat ze een meisje zou krijgen. Ja. En toen bleek het een jongetje. Wim is nooit in tel geweest. Ze heeft Wim met een meisjesjurk in de box gehad. Dat weet ik van de tuinmans vrouw. Ze zei, het was gewoon bespottelijk, zegt ze. Hoe moet Willem zich gevoeld hebben in die omgeving in zijn jeugd? Helemaal geïsoleerd en eenzaam. Het eenzame jongetje houdt zijn dagboek bij vanaf zijn 8e jaar. En zijn hele leven zal hij daarmee doorgaan. Hier staan ze in de kelder van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Alle 1346 delen. De dagboeken. De nalatenschap van Willem Oltmans. Wat vind je van die dagboeken? Wat betekende die voor hem? Een rechtvaardiging. Een rechtvaardiging van zijn bestaan. En verder in die dagboeken schrijven. Ja? Ja. Deed hij dat veel? Elke dag. En ik weet nog, ik vroeg het een keer aan hem. Ik zei, wat doe je met die dingen eigenlijk? Zei hij, daar ga ik mijn memoires van schrijven. Waar ik begon te lachen. Ik zei, ben je zo'n interessante vent? Wie gaat over zichzelf die dingen schrijven? Ik vind er ook wel iets ontroerends in zitten. Omdat, maar dan ga je heel ver. Omdat je moet kijken vanuit wat voor gezin en uit wat voor familiebanden iemand dus opgroeit. En dat heeft te maken met het feit dat iemand vanaf het begin, denk ik, en dat zie je ook in zijn carrière terug, behoefte heeft aan een zekere erkenning. Willem Oltmans had de gewoonte om elk deel van zijn dagboek een titel te geven. En als je al die titels bekijkt, Boekarest, Algiers, Havana, Tokio, Londen, Parijs, dan geeft dat een heel aardig inzicht in zijn leven. De man die overal zijn neus in stak. Hier 10 delen over John F. Kennedy. A Dutch journalist who acknowledges he has no first-hand knowledge of the slaying of President Kennedy told the House Assassination Committee today what he was told by a man now dead. Jim McManus reports. Willem Oltman spent more than 2 hours answering the committee's questions behind closed doors. Outside, he repeated his claim that George de Morenshield, a one-time friend of Lee Harvey Oswald, was part of a conspiracy to murder President John F. Kennedy. Mr. de Morenshield told me in Dallas on the 23rd of February... This year, that Oswald acted at his instructions and that they discussed the Kennedy assassination from A to Z and that he knew
that Kennedy was going to kill President, that Oswald was going to kill President Kennedy sooner or later. Othmans komt in de jaren 70 met een opmerkelijk verhaal over de moord op president Kennedy. Naar de ware moordenaars op president Kennedy. Hij heeft contact met een mysterieuze persoon, waarvan Willem beweert dat die een sleutelfiguur is in de moordzaak. Het gaat om een Russische oliemiljonair die in Texas woont, George de Morenshield. Het verhaal van de Morenshield was dat eigenlijk de conclusie was dat de Morenshield degene was die aangezet had en geregisseerd had de moord op Kennedy. Othmans komt de Morenshield op het spoor met hulp van een Nederlandse paragnost, Gerard Croisset. Welke journalist schakelt een paragnost in? Willem Othmans. Ja, ja. Willem. Wat zegt dat over hem? Nou, dat Willem dus heel grondig, tenminste dat is mijn uitleg, hè? Dat hij dus heel grondig is. Hij laat geen mogelijkheid onberoerd om eens te kijken wat daar dus uitkomt. Gooi ik het weg of neem ik het mee? Willem Othmans haalt prominent het nieuws, maar hij komt nooit met onomstotelijk bewijs. Een Amerikaanse krant beweert dat Othmans betaald krijgt voor zijn sensatieverhalen. Amerikaanse media, met name de Amerikaanse media, hebben nooit 100% bevestigd wat Willem heeft gevonden. En vonden de verhalen vaak te vaag. Er was geen bewijs voor te leveren. En dan laten ze het liggen. Was hij dan wel een goede journalist? Er was niemand anders in onze Nederlandse journalistiek die ooit dat soort pogingen heeft ondernomen om hier achteraan te gaan. Je kan Willem niet betrappen op het feit dat hij de waarheid echt geweld aandeed. Het was de waarheid van Willem. Of het nou Sukarno of Bartels of de moordenaar van Kennedy of wat dan ook. Hij schiet erop af. Hij gaat erin roeren. Als er maar iets is dat hij waar ik in de contamine kon zijn. Excitement, scandal, hè? Zeg maar wat. Dan was die er. Alle deuren gaan open voor Willem Othmans. Hij ontmoet grootheden als Indira Gandhi. Hij bezoekt een omstreden leider als Desi Boutersen. Hij krijgt het altijd voor elkaar. Zo ziet ook jeugdvriend Egbert Kunst, dan diplomaat in Tokio. Op weg naar Tokio was hij al bij Indira Gandhi geweest. Hij liet me foto's zien van de hartelijke handdruk. En in Singapore was hij gestopt. Premier Lee had hij ook op dezelfde manier gesproken. En in Tokio had hij al een afspraak met premier Tanaka klaar liggen. Dus men op de ambassade voert zich als zijn mogelijk. Dat hij dat flikt. Ja, hoe was dat mogelijk? Op eigen kracht. Dat is Wim zijn geheime. Hij heeft zoveel relaties, kennissen. Hij treedt zo charmant op dat hij kan zich zeer goed verkopen. Ik moest erbij zijn, hè, als zijn vrouw. Zogenaamd zijn vrouw. Heet hij Sukarno. Moest ik ook mee zijn. Naar Kopenhagen voor gevlogen. Ik had hem ontmoet in zijn hotelsuite. Ja, Sukarno. Ja. En toen liep ik weg en toen zei hij tegen me, weet je wat jij moet doen? Je hebt zulke mooie lange benen, je moet maar gauw kindertjes krijgen. Willem zag de journalistiek als een deel van de geschiedschrijving. Met andere woorden, als je de mogelijkheid hebt als journalist om dingen naar boven te halen, dan moet je die weg ook inderdaad gaan volgen. Dat deed hij dus. Participerende journalistiek. Ja, of een halve diplomaat kun je zeggen. Hij is participerende journalist. Zo ging hij toch ook naar Bagdad hopelijk met Saddam Hussein te praten en zo. Dat is zijn metier en hij roert in politieke dingen. Ahmed, how are you? I am well, how are you, Alan? I wrote about you too. Ah, thank you. I'm here for solidarity. Alan, oké. Okay. Willem zag de journalistiek als een middel om dingen open te breken, om daarmee de publieke opinie wakker te schudden, waardoor weer nieuwe verhalen en nieuwe ontwikkelingen zichtbaar zouden zijn. We are crazy in Washington. Crazy, 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 crazy. Impossible now. So, crazy in Washington. Wat vond u van Willem Othmans als journalist? Dat was hij niet. Dat was gewoon een trying to be a society boy. Oké, that's the way it is. Hè? Maar ik had niet echt het bewijs dat hij
werkelijk van de verkeerde kant was. Totdat ik op een ochtend thuis kwam, vroeg thuis kwam van de nachtdienst. En dan lag een neger in mijn bed. En met Willem erbij? Ja. En ik dacht, oké, ik zeg niks. Alleen tegen die vent zeg ik, get out, now. En toen kwam Wim en die zei, ja, maar het is niet wat je denkt. Ik zei, I don't care. Ik zei, jij ligt met een vent in bed hier. En forget it. Hij zei, over, finished. Ramp. Ik haat zoiets. Mijn ouders die kregen op een gegeven moment de FBI voor de deur. Wat wilden ze over Wim weten? Nou, waar die was en hoe het... Blijkbaar wisten ze dat misschien dat we getrouwd waren. En of ik ook communist was of god maar weten wat. Begin jaren 70 woont Willem Oltmans weer in Nederland. En natuurlijk is er meteen gedonder. Dit is de Telegraaf van 20 januari 1972. En de krant onthult dat Willem Oltmans midden in de Koude Oorlog intensieve contacten onderhoudt met Russische diplomaten. De rel wordt veroorzaakt door de journalist Henk Hofland, misschien ongewild. Hij neemt een bevriende fotograaf mee naar een feest van Willem Oltmans. En daar zijn inderdaad die Russen aanwezig. Een pijnlijke affaire, want Hofland was Oltmans beste vriend. Ik denk dat Willem zijn vertrouwen in echte vriendschap en in betrokkenheid met anderen heeft aangetast. Henk Hofland en Willem Oltmans kennen elkaar al lang. Hun intensieve vriendschap dateert uit hun studietijd op Nijenrode. Of het een uit de hand gelopen grap is, blijft een raadsel. Eén ding is zeker, Hofland betuigt spijt. Dat betreur ik, zoals ik ook de consequenties betreur die daaruit zijn voortgevloeid. Dat is alles wat ik te zeggen heb. Ik denk dat dat hij in Henk oorspronkelijk een vriend gezien heeft. Henk heeft hem uiteindelijk ook in de journalistiek gehaald, hè? Kansen geven bij de NRC. En dat Willem in zijn verwachtingen van Henk ernstig teleurgesteld is. En Willem is dan zo radicaal, die draait zich om. Juist omdat hij die goede band had met Henk, dat ze zeer intiem aan elkaar brieven schreven over hun gevoelens en hun gedachten. En dat Henk hem in Willem, in zijn ogen, heeft verraden. Dat hem dat veel meer gekwetst heeft dan wanneer een ander dat gedaan zou hebben. Juist omdat het Henk was. Ik denk dat het zijn leven qua vertrouwen in andere mensen en in vriendschappen ernstig heeft aangetast. En kijk, dan komen we weer op het hondje. Hè? Ik bedoel, verraad van je ouders is heel erg. En als je een soort afspiegeling daarvan terugvindt bij je vrienden, dan denk ik dat dat meer indruk maakt als wanneer je altijd het volste vertrouwen hebt gehad in je ouders en dat ook terecht hebt gehad. Ik hield ook van Jozef en ik heb ze nu alle twee dagen op het kastje staan, maar de twee buitengewone mensen die zo tegen elkaar waren of zulke andere ideeën hadden. Dat is wel heel grappig dat je dan later toch met twee verschillende persoonlijkheden in aanraking komt. Adèle Luns verzorgt na de dood van haar echtgenoot haar zwager, Jozef Luns, in Brussel. Totdat ze op hem afknapt en radicaal met hem breekt. Ik kwam in Holland en ik was totaal ontredderd. Ik was werkelijk, nou ja, ver heen. Ik voelde me doodongelukkig. En toen dacht ik, ik wil mijn verhaal kwijt. Ik wil mijn verhaal kwijt. En ik kon het niet kwijt. En toen dacht ik, wacht eens even. Oltmans. Die weet wat het is als je met Jozef te maken hebt. Nou ja, toen kwam de zoektocht naar Willem. Ik ben naar de Jordaan gegaan een dag daarna. Ik ben naar een winkeltje gestapt en gezegd, mevrouw, ik moet naar meneer Oltmans. Ik heb een boodschap van meneer Oltmans en ik ben zijn adres kwijt. Vindt u het goed dat ik u morgen een briefje breng? Komt meneer Oltmans bij u, dan kunt u hem dat geven. Nou, twee dagen daarna. Ja, met Oltmans. Bent u wel goed? Zo, meneer Oltmans, ja. Ja, u wilt een gesprek. God, nou, dat moet ik maar afspreken. Toen hebben we afgesproken bij het oude Ajax-terrein.
Daar hebben we elkaar ontmoet. Stromende regen. Ik had mijn haar in de staart, ja. En hij ziet me. Hij zegt, kon uw moeder niet komen? Ik had een statige oude dame verwacht. En niet een meisje met een staartje. Nou, toen was het ijs gebroken. Toen zijn we hier naartoe gegaan. Hij had werkelijk zulke natte voeten. Toen zei ik, trek die sokken toch uit, zo precies. Ik zeg, trek die sokken uit. Ik heb nog wel een paar sokken van mijn man. Ja, toen zei hij, God zeg, dat moest toch Joseph weten. De sokken van je man, dat kan niet. De sokken van Lens. Wij in Nederland hebben nooit gekund of nooit geleerd hoe we met zo iemand als Altmans moesten omgaan. En zeker niet in bestuurlijke of in overheidskring. Dat is de kern van het conflict. Nou ja, ik heb eigenlijk 45 jaar voor Rob de Vis bekend gestaan. Dat is met Lens begonnen, het glazen. En die stinkende van de broek gaat ermee door. Het is die verdomde machinerie. Het is het ambtenarenpark in Den Haag die de hele boel hier voorziet. Het is zo jammer dat Willems talent voor acteren zo uitgesproken is. Dat heel veel dingen van hem die hij zegt, worden niet geloofd. Omdat hij daar een toneelstuk van maakt, vaak. Maar in de kern is dat zoeken naar de waarheid, het zoeken naar zichzelf, is echt wezenlijk. Willem heeft altijd de lenige, snelle, intelligente, karaktervolle man willen zijn. Met een grote dosis ijdelheid. Vandaar dat hij gevraagd kon worden en participeerde in de meest onnozele uitzendingen en televisieprogramma's wanneer hij maar zichtbaar was op de buis en dat hij er nog was. Maar toen kon hij niet meer laten zien dat hij er nog was als de gekende, zichtbare Willem Altmans. En dus trok hij zich terug. Toen hij ziek werd. Toen hij ziek werd. Hij was toch een lonely man. Ik hield absoluut van Willem. Ja. Hij maakte grapjes. Hij zei, nou Adèle, we zullen maar een advertentie plaatsen in de kranten. Dat we gaan trouwen. Toen zei ik, oh dat is goed hè, Willem. Wanneer gaan we dan trouwen? Hij zegt, nou zeg jij maar een datum. Het was heel grappig, ja. Dan had u Adèle Altmans Lunch geheten, ja, we hadden ook een advertentie, hadden we al opgesteld. Hij zegt, nou, dat zei je, dat wordt lachen. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Eind mei, toen hij al ziek was. De dokter had gezegd van, je weet niet wanneer het toeslaat, straks kan je niet meer lopen en niet meer praten. Toen zegt hij, het is gedaan met me. Ik zeg, het zit niet te zeuren. Weet je, want Wim kan nog wel even in de put zitten. Dus maar dit keer meende die het, denk ik. Ja, ja, ja. Hij zegt, het is echt, het is de laatste keer. Ik ga er nooit mee, eigenlijk mee naar beneden. We nemen altijd hier afscheid. Maar ik ben met hem mee naar beneden. En dat opzij kan je, op die zijdeur kan je uit. Je hoeft niet de voordeur uit, maar je kan ook opzij. Daar hebben we samen staan huilen en hebben we afscheid van elkaar genomen. Voordat hij de deur uitging. Weet u dat Willem Altmans de trouwring is blijven dragen? Die trouwring, ja, heeft hij altijd. Is hij altijd blijven dragen? Ja. Niet te geloven. Misschien heeft hij hem ook weer nu bij hem, ik weet het niet. Wat voor hem het belangrijkste is, dat zijn die dagboeken. Hij is ervan overtuigd dat dat een soort nalatenschap is van hem die heel erg de moeite waard zal zijn over 10, 20, 50 jaar, zeg maar. En dat geeft hem enorm veel voldoening dat hij dat heeft tot stand heeft gebracht, zo'n werk eigenlijk. Datgene wat hij nalaat in zijn dagboeken, daar ben ik absoluut van overtuigd, zullen voor vele generaties die later komen van grote waarde zijn. En dat die eer moet je hem dus gunnen. Heb je nog een aandenken aan Willem? Ja, ik heb nog wel. Wat is dat? Nou, dat laat ik even. Onbetrouwbare paaster. Ik had een hele hoge pet op van die meneer Zalm.
naast hem zoals hij bezig is geweest tegen de LPF. Je hebt nu een jas van Oltmans aan. Ja. Dit is je aandenken aan Willem Oltmans. Ja. Dat is een jasje. Ik heb hem daarop aangevroegd, maar dat wou ik je niet vertellen. Want het was voor mezelf en mijn eigen gevoel. Thank you.